Yes, en welkom bij deze nieuwe video van Road to 2000, de serie waar ik een schaakrating ga proberen te halen op chess.com van 2000 dus. Ik ga vandaag een rapid potje spelen en ik ga hem samen met jullie spelen. Ik ga hem, jullie kunnen lekker meekijken wat ik denk tijdens de partij, waarom ik bepaalde zetten doe en wat mijn tactieken en mijn strategieën gaan zijn om hopelijk mijn tegenstander vandaag te verslaan. Ja, en hopelijk kan je misschien wat leren of is het vermakelijk om te kijken. Nou, dat ga ik wel vanuit. Voordat we beginnen, doe vast een duimpje omhoog. Zou mij helpen. En dan gaan we nu beginnen. Let's go. Oké, we zijn hier bij het schaakbord aangekomen. Je kan hier zien dat ik een rating heb van 1763. En ik ga een 10 minuten potje spelen. En die ga ik nu beginnen. Dus wel lachen. Chess.com heeft een nieuwe animatie hier aan toegevoegd. Oh, de Poolse opening. Oh, dit is altijd wel vervelende. Maar ik heb een keer onderzoek gedaan naar deze lijn. En A4 is hier een zet. Speelt hij de pion door naar B5? Oké. Okay. Dan ga ik gewoon rustig even mijn paard ontwikkelen. Ik wacht nog even met mijn pion hier of hierheen spelen. Want dat is het idee in de Poolse opening. Dat hij D speelt. Dat jij E5 speelt. En dat die loper er dan snel uitkomt. Dat jij slaat en dat hij slaat. Maar dan rail je jouw centrapion af voor een B-pion. Is niet altijd even gunstig. Ik ga denk ik gewoon voor een snelle fianchetto. Dat lijkt me wel sterk. Om die lopers ook een beetje tegen elkaar op te laten boksen. Ja, en nu moet ik even gaan denken. Wat wil ik gaan spelen? Kijk, E5 kan hier nog niet. Want dan slaat de loper hem. D5 zou hier kunnen. Dus dat is misschien wel een goede. Ja, dit ziet er op zich al redelijk sterk voor hem uit. Ik zit te kijken om misschien zo'n zet te spelen dan te slaan. Ik denk dat ik gewoon even D5 speel. Even wat ruimte pakken in het centrum. En zo wordt het eigenlijk al direct een beetje een gekke partij. Omdat je, de Poolse opening, die zie je bijna nooit. Ik zie hem althans bijna nooit. Er wordt gewoon heel weinig gespeeld. Dus mijn tegenstander heeft hier meer kennis in dan ik. Dat mag ik wel hopen, anders speel je hem waarschijnlijk niet. Dus ja, op zich is dat, levert dat wel een leuke partij op meestal. Oké. Ik wil eigenlijk dat hij hier slaat. Kan ik terugslaan en kan ik voor een sterk centrum spelen. Maar hij daagt nu mijn centrum uit. Dus stel je voor hij slaat, heb ik opties om met de dame te slaan. Maar met het paard gaat nog niet, want dan gaan we loper eraan. Dus zou ik eerst moeten rokeren. Ja, is dit een probleem? Kijk, stel je voor ik sla, dan slaat hij. Dat is ook niet lekker. Ik kan hier nog slaan. Dan kan hij op twee manieren weer slaan. Dus het is al best wel een scherpe stelling eigenlijk direct. Stel je voor hij slaat met deze. Kan ik met deze slaan? Is ook nog gunstig. Ik zie wel dat dit een zwakke pion wordt. Als ik deze wil gaan verdedigen. Als ik met zoiets. Maar als ik mijn paard bijvoorbeeld hierheen kan krijgen. Kan ik hier wel druk gaan zetten. Dus op zich. Ja. Ik kan hier loper hierheen spelen. Om gewoon een beetje sterk in die diagonaal te komen. Of ik ga gewoon eerst even rokeren. Slaat aan mij hier, sla ik terug. Vind ik dat prima. Hou ik een sterk centrum. Kan ik zo meteen mijn loper eruit spelen. E6 spelen. En ziet dat er allemaal wel goed uit. Paard BD7 en dan hierheen plaatsen. En dan vind ik mijn stelling eigenlijk best wel goed. Een keertje B6 spelen. Hij wil waarschijnlijk, waar zit hij aan te denken? Ja, Stefan hij slaat. Zijn loper wil hij een keer eruit spelen inderdaad. Zijn paard zal wel hierheen willen. Om dan mijn D-pion aan te vallen. Dus op zich, ik moet wel wat sneller spelen. Want ik sta wat achter op tijd. Dus ik denk dat dit wel dat ik in een prima stelling sta. En ook zodra hij hier slaat, sla ik gewoon terug. En slaat hij dan, kan ik doorslaan. Dus ziet er ook allemaal prima uit. Hier slaan met het paard zou niet zo lekker zijn. Want dan wordt die pion een beetje zwak. En die toren die dekt deze pion ook altijd nog. Mocht hij zoiets gaan proberen. Dus ziet dat er best wel prima uit. Oké. Ziet er ook leuk uit deze rokade. Hij staat ook veilig. Nu moet ik iets met het paard gaan verzinnen. Het paard ziet er daar wel sterk uit gewoon. Dus die wil ik hierheen spelen. Kijk, slaat hij nu hier, kan ik niet meer met de dame slaan. Maar dat maakt ook nog niet heel veel uit. Oké. Paard hierheen. Dat is een sterke zet hoor. Waarom? Nou, eigenlijk omdat mijn paard hier aangevallen wordt. En ik wil die niet terugslaan met de pion. Want dan staat mijn koning. Die gele lijn staat dan een beetje open. Dus dat wil ik niet hebben. Dus ik zie al dat dit er niet heel best uitziet. Hier kan die niet heen. Want slaat. Komt de dame er nog bij. Dus dat is niet lekker. Hier zou die heen kunnen. Kan ik terugslaan met deze pion. Dat is dan al beter. Dus ik zie niet echt een andere optie. Dit paard kan hem niet dekken. En dit paard kan hem niet dekken. Dat zijn bepaalde
regels van paarden. Kijk, dit paard springt zo naar een wit veld en die kan dan geen wit veld meer dekken. En deze staat er schuin met een vakje tussen, dus dan heeft hij 3 zetten nodig. Maar goed, dat is misschien een keer voor een andere les. Kan deze spelen, kom ik met een F-pion. Ja, ik denk dat ik hem terugspeel hierheen. En dat het er prima uitziet. Ja, hij kan hier zo meteen slaan en een pion winnen. Zie ik ook nog. Is ook wel, ja, venijnig. Maar ik ben benieuwd wat hij hier gaat spelen. Stel je voor, hij slaat hier. Ik sla, hij slaat. Kan ik hem wegjagen? Oh, hij gaat helemaal de aanval in. Oké, interessant. Ik zie wel dat hij met F4 dit veld al redelijk verzwakt. Kan ik zo inspringen met mijn paard? Ziet er mooi uit. Stel je voor, ik spring hier in met mijn paard. En dan jaag ik zijn paard weg. Ja, kan hij altijd nog slaan, maar zit ik te loeren op zo'n aanvalletje. Dus ja, stel je voor, ik speel deze. Kan ik altijd nog terugslaan met mijn paard zometeen? Kan die hier worden weggejaagd? Ja, maar is dat heel makkelijk? Ja, valt hij aan? Kan ik altijd nog deze spelen? Wat ik ook kan doen hier, is dat ik gewoon hier sla. En een beetje de druk op deze pion weghaal. Dat ziet er ook prima uit. Hier slaan kan ook. Want stel je voor, hij slaat, dan sla ik. Maar wat dan ook kan gebeuren, is dat ik sla, hij slaat, ik sla en dan slaat hij. En dan wordt dit wel zwak. Dus daar wacht ik nog even mee. Ik zit hier te kijken naar dame C8 ook nog. Om hier en die pion te dekken en die pion aan te vallen. En misschien die loper zo meteen te dekken ook nog. Ziet er ook redelijk sterk uit in mijn overwegingen. Ik denk dat ik eerst dame C8 speel. Hij kan hem nog slaan, maar dan sla ik hier terug. Dus ja, het punt van F4 om deze te spelen is... Ja, ik weet niet of dit goed is voor hem hoor. Want ja, hij speelt hem door... Hij valt hem hier aan, mijn loper kan nergens heen. Ja, ik kan hem slaan. Maar stel voor, ik sla, hij slaat. Ja, dan sla ik terug, komt hij hier. Het ziet er wel sterk uit, maar goed, ja. Ik weet het niet hoor. Stel voor, speelt deze, die. Ja, dan slaat hij door, dus dat heeft geen zin. Dus ik moet hem eigenlijk denk ik wel slaan. Dan is de vraag, wil ik met de pion slaan of met de loper eerst? Als ik met de loper eerst sla, slaat hij met het paard waarschijnlijk. En dan komt ze... Even kijken. Die. Dan met de pion. En dan de toren. Kijk, als ik met de pion sla, dan kan ik het paard ook nog laten staan. Want dan hoef ik hem niet te slaan. Ja, ik denk dat ik dat doe. Ik sla eerst met de pion. Zal hij terugslaan, dan kan ik hier slaan. Ziet er ook wel sterk uit. Hij slaat met de toren. Dan sla ik nu zijn toren. Ja, oké. Okay. Maar dat is helemaal niet goed, toch? Oké, dus heeft hij een beetje gek gedaan, vind ik. Even kijken. Ik wil hier eigenlijk op inzetten. Dus ik ga mijn paard wegspelen. Ja, als ik hem hierheen zet, dan komt die. En als ik hem hierheen zet... ja, waar kan die dan straks heen? Hier. Ja, ik speel deze. Dus ik moet ook een beetje doorzetten. Hij kan hier slaan. Oh mijn god. Wat doe ik? Oh... Dit is echt heel slordig. Oh. Ja, de koning moet hierheen. En dan slaat hij mijn dame. En dan dacht ik even materiaal te winnen net. Oh, dit is zo zonde. Ik stond er echt goed voor. Dit is echt slordig. Nee joh. Wat erg. Oké, ja. Deze partij wordt nu wel ineens heel lastig. Ik speel mijn paard maar weg. Het is 2 keer aangevallen. En maar 1 keer gedekt. Dus hij kan nu gewoon materiaal afruilen. Ja. En dat is natuurlijk heel gunstig voor hem. Ik kan hier nog wel proberen met die torens richting zijn koning aan te vallen. Want deze stukken doen nog niet echt mee. Hebben veel tijd nodig om in de partij te komen. Maar ik sta 5 punten materiaal achter. Dus dat wordt sowieso wel heel lastig hoor. Ja, hij wil het gewoon verder gaan afruilen. Ik kan hier een pion slaan. Op zich, ja. Stefan, ik sla hier. Hij slaat hier. Nee, dat kan niet. Want ik val zijn dame aan. Dus laten we dat gewoon even spelen. Pak ik nog een pionnetje terug. Kan ik zo meteen ook nog hierheen springen? Oké, zijn dame gaat daarheen. Ja. Ja, hij wil mij gewoon gaan aanvallen hier. Dat is ook wel sterk. Ik speel mijn toren hierheen. Om hier deze pion aan te vallen. En wat actiever te komen. En uit deze aanval weg te gaan. Maar jezus, daar komt mijn dame blunder. Oh, wat slordig. Het is niet normaal. Ja, hij pakt een pionnetje mee. Dat is vervelend, maar ja, niks aan te doen. Ik zit te kijken om hier nu te slaan. Slaat hij nog verder, maar als ik deze sla... Weet je wat, ik speel eerst deze, val ik zijn toren aan. Is ook vervelend. Kan ik altijd dan nog slaan. En dan hierheen. Al zie ik wel, als ik sla,
hij slaat met het paard. Ja, is dit gedekt? Dus dat is ook wel weer irritant. Mijn paarden dekken wel elkaar, maar dat kan heel sterk zijn als je paarden elkaar dekken. Kunnen ze lastig geslagen worden. Alleen het kan ook een nadeel zijn dat je paarden aan elkaar vastgelijnd zijn en dat ze niet van elkaar los kunnen. Dus daar moet je altijd goed over nadenken. En ze pakken natuurlijk al één veld van elkaar af. Dit paard heeft nog maar een aantal velden over hier. En één valt daar al van af. En deze heeft ook ja, nog maar een aantal zetten. Die vallen ook af. Maar hij moet eerst het plekje voor zijn toren verzinnen. Of hij komt met een andere mooie zet. Ik zie wel, ja, die toren die heeft... Oké. Hij laat zijn toren. Ja, dan wil hij hierop inzetten. Dat is een leuke zet natuurlijk. Wat stel je voor, ik sla. Hij slaat. Moet mijn koning hierheen. En dan staat hij wel in het open. En dat is, nou, geen lekkere plek voor je koning. Wat gaat hij terug? Kan ik altijd nog terug. Of ik ga hierheen. Ik denk dat het... Ik ga het wel wat doen. Hij zal het wel hebben uitgerekend. Ja, nou, is er nog maar één zet die ik kan doen. Maar ik weet niet of het helemaal goed is. Ja, er moet een directe mat eigenlijk bijna in zitten. Want die torens ga je lastig winnen met je dame. Dus ja, oké. Nu moet ik kijken. Wil ik terugstappen? Dat hij eigenlijk niet heel veel opschiet. Of wil ik hierheen? Ben ik daar veiliger? Heeft hij hier schaakjes? Ja, heeft die schaak. Maar dan kan ik ook nog hierheen lopen. En ja, ben ik niet veilig. Maar ik speel nog eerst even deze. Even wat tijd pakken om te gaan rekenen. Oké, hij wil mij nu een beetje buitensluiten met mijn stukken. Ja. Dat is irritant. Ik kan hier deze spelen om hierheen te komen. Ik denk dat ik dat doe. Even mijn paard hier erbij brengen. Ik zie nu dat deze kan nu niet meer. Maar hij wil hier deze spelen, denk ik. Oké, ja, dat niet eens. Dat was wel vervelender geweest namelijk. Weet je wat, ik speel deze. En nu komt dit paard er ook nog bij. Ja, ik moet even doorzetten, ik heb nog maar 1 minuut. Oké, ik heb mijn schaak. Dan speel ik deze, want deze wil ik helemaal niet krijgen. Oh shit, ik verlies een paard. Dat is niet handig. Ik rail hier af. Dit wordt wel lastig. Ik had hier eigenlijk misschien moeten slaan, denk ik. Maar ik wil nu de torens verdubbelen in de E-lijn. En misschien daar op spelen en wat materiaal winnen. Maar deze pionnen, daar ben ik wel bang voor, hoor. Ja, die zijn heel sterk. Hij zal waarschijnlijk slaan. Ja, en dan is deze partij sowieso al wel redelijk verloren. Maar goed, altijd even doorspelen. Daar ben ik wel van, want ja, je zag het. Ik denk dat het niet helemaal goed was wat hij deed. Ga ik hierheen? Ja. Ga ik hier een beetje proberen te vluchten? Nou, ik moet eigenlijk wel hier weer terug, hè. Oké. Ja, nu heeft hij deze te pakken. Ja, dit is wel klaar. Helaas. Ik ga hem opgeven naar de volgende zet van mijn tegenstander, denk ik. Ja, ik sla hier nog. Ik straf mezelf even helemaal. Ik ga hier nog proberen te lopen, maar het heeft geen zin meer, want dit is een schaakmat. Dus ik ben benieuwd of hij hem ook gaat zetten. Oh nou ja, ik kan nog slaan hier natuurlijk. Maar goed. Ja, hij gaat me hier die pion tegenhouden. Ik maak nog wel een dame, maar die wordt hier afgeslagen. En dan geloof ik het wel. Jammer, ik heb de partij verloren. Ik denk dat hem echt... Dat ik in best wel goede stelling stond. Maar dat ik die dame blunder. Oh. Schandalig. Ik ga hem nog even analyseren. Oké, ik heb de partij nog even geanalyseerd. Helaas verloren, maar goed. Het was wel een interessante partij, want mijn tegenstander speelde natuurlijk die Polsen. Ja, en wat ik al zei hier. De meeste Poolse spelers verwachten hier deze zet. Omdat jij de directe pion aanvalt, want die staat niet gedekt. Maar dan gaan veel Poolse spelers voor hier. Hebben ze directe druk op je centrum. Want als jij hier slaat, slaat hij terug. Staat zwart klein beetje beter. Maar voor de mens is het lastig, hoor. Want ja, je bent de centripion kwijt. Hij valt hier direct aan. Is het gewoon best wel een lastige stelling om te spelen. Dus daar ga ik liever niet in. Dus ik speel eigenlijk A5 hier. Waarom speel ik die? Eigenlijk een beetje om druk uit te oefenen op deze pion. Eigenlijk, oh, zo. Ik ga het helemaal gek met die pijlen. Eigenlijk een beetje confrontatie uit te lokken. Stel voor hij slaat, kan ik altijd terugslaan met de toren. Al doe ik dat eigenlijk niet eens direct. Want ik zal waarschijnlijk E5 spelen of D5. Kan allebei. Want ja, hier slaan kan. Maar heeft geen haast. Want die pion
Wordt heel lastig gedekt. Paard kan hier niet bij komen. Loper kan er niet bij komen direct. En ja, zoiets. De koning kan niet schuin gaan. Dus ook geen gevaar. En die, dus die kan je altijd nog later pakken. Misschien met C5 zelfs. Dat je hier die dame eruit speelt. En eigenlijk direct een beetje hierop inzet. Dat je misschien kan pakken met schaak. Dat soort ideetjes zijn er allemaal. Maar goed, hij sloeg hem niet. Hij speelde hem door. Ja, dan ga ik gewoon een beetje ontwikkelen. Het ging op zich best wel goed. Had een best wel goede stelling. Hier mijn loper speelde ik wat te snel uit. Had ik misschien even mee moeten wachten. Stel je voor, ik had hier misschien een andere zet kunnen doen. Loper G4. Om zodra die werd aangevallen om hem af te ruilen. Had gekund. Het is niet mijn goede loper. Mijn pionnen gaan allemaal naar de witte velden. En dan kan ik hem misschien beter afruilen voor dat paard. Ja, hier met zwart. Of ik had hem gewoon even goed, ja, nog lekker kunnen laten staan. Paard BD7 kunnen spelen. En wachten met die loper om hem eruit te spelen. Want hier wordt hij zo meteen aangevallen. Komt hij in de shit. Dit is al niet lekker. De zet die hier had moeten spelen is C slaat B5. Stefan, hij slaat. Dan gooi ik die G-lijn open. Computer zegt dat het prima is, want ik sla dan door hier. Hij slaat bij een pion, sorry. Als mens heb je gewoon liever niet dat die G-lijn open gaat. Want wat je zag, die dame komt er dan bij waarschijnlijk. En die jacht op die koning is ingezet. Dus ik speel hem terug. Zodra ik dacht, kan die F-lijn open. Maar goed, hij deed het leuk. Deze zet. Ik dacht eigenlijk, oké, prima. Maar hij komt hier met een brilliant move. Apart. Ja, ik dacht dat hij een beetje een blunder maakte. Maar dit is dus een brilliant move. Ja, we staan nog helemaal gelijk in de partij, maar ik begrijp niet zo goed wat de brilliant is, want als ik sla, dan slaat hij terug met het paard. En dat is het dus. Ja, hij levert 2 punten in materiaal in. Maar wat krijgt hij ervoor terug? Nou, actief paard, open G-lijn. Daar kan hij in gaan aanvallen. Dreigingen die ik dus over het hoofd zag. Dus ja, dan is de briljante zet wel gerechtvaardigd. En hier met die loper erop. Ja, kan hij gewoon echt gaan aanvallen op een koningskant. En dat is eigenlijk 2 punten in materiaal waard als je het aan een computer vraagt. Nou ja, ik wilde hier dat paard wegjagen, maar ik heb gewoon helemaal dit over het hoofd gezien. En hier verloor ik dus de partij. Want hij slaat hier, geeft mij schaak. En valt mijn dame aan. En toen was het klaar. Hij kon de partij nog sneller eindigen. Hier had hij een mat in zoveel een aantal keer. Maar goed, maakt niet heel veel uit. Want hij speelt de partij netjes uit. Hij slaat mijn torens allebei van het bord af. Ik maak nog een dame. Hij slaat hem eraf. En ik gaf hier op. Super jammer. Had echt niet gehoeven. Want ik denk, als ik die blunder niet had gemaakt, dat ik best wel een goede kans had om te winnen. Ik had een best wel lekkere stelling. Met die 2 punten in materiaal voor. Ja, ben ik in dat soort stellingen best wel goed in het verdedigen. Dus voel ik me best wel thuis. Ben een verdedigend sterkere speler dan aanvallend, denk ik. Dus had ik wel goed gekund. Maar goed, ik maak die blunder. Dus hoe goed kan je dan echt verdedigen vandaag? Niet zo goed. Jammer. Maar goed, in de volgende video ga ik het weer proberen. En hopelijk win ik dan wel. En gaan we omhoog in rating. Dus abonneer even op mijn kanaal als je dat niet wil missen. En doe een duimpje omhoog. Dan weet het algoritme dat jij dit soort video's leuk vindt. En dan zie ik jou in de volgende video. Laters.